Om snel open te kunnen gaan, kunnen horecaondernemers in Rotterdam het beste nu al een plan maken hoe hun terrassen op meerdere manieren kunnen worden ingericht. Dat zegt burgemeester Abu Talib van Rotterdam. Vanuit de landelijke overheid zijn nog niet alle regels bekend. Dat wordt waarschijnlijk volgende week bekendgemaakt. Als de horeca verschillende plannen al heeft klaarliggen, kan na het besluit van het kabinet snel gewerkt worden om de terrassen te openen. De discussie gaat over 1,5 meter tussen de tafels. Dat is eigenlijk het uitgangspunt. Maar is een alternatief denkbaar dat je er schotten tussen de tafel zet, waardoor dan 1,5 meter niet nodig is? Is het kabinet daartoe bereid? Vindt de OMT, adviseur van het kabinet over volksgezondheid, dat aanvaardbaar? Ik heb nu in één zin 3 vragen opgenoemd, waar nog geen antwoorden op zijn. En dan is er nog het verzoek om de terrassen uit te breiden. Het stadsbestuur heeft aangegeven die mogelijkheid te onderzoeken, maar heeft ook al gezegd dat dat niet op alle plaatsen mogelijk zal zijn. En ook het voorstel om de Witte de Witstraat autovrij te maken is vandaag besproken. Op deze manier kan er dan meer ruimte komen voor de horeca. Maar burgemeester Abu Talib heeft al direct gezegd niet veel te voelen voor dat plan. Dat is een straat met hulpverleners. De politie en de brandweer zijn er niet voor, want het is een straat die gebruikt wordt voor hulpverleners. De vraag die dan in mijn rol als voorzitter van de veiligheidsregio opdoemt: als je de straat zou willen afsluiten en je gaat daar een megaterras van maken, dan moet ik nog invulling geven aan het adagium van het kabinet: vermijd de drukte. Het zou natuurlijk raar zijn als Rotterdam zegt: organiseer een megaterras, en dat de burgemeester van Rotterdam in zijn hoedanigheid als voorzitter van de veiligheidsregio roept: vermijd de drukte, ga er niet heen. Dat conflicteert. Burgemeester Abu Talib heeft ook gezegd dat de nachthoreca openen voorlopig niet aan de orde zal zijn. Daar is het handhaven van de 1,5 meter afstand bijna niet mogelijk.